Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken zegt tevreden te zijn met de gevoerde gesprekken die de Surinaamse delegatie heeft gehad in India. De bewindsman was te gast in het ATV-programma Question and Answers. Hij zag verder dat de delegatie de schuldherschikking met India heeft afgetikt. Het gaat volgens Ramdien om een relatief kleine schuld van $38 miljoen. Er wordt nu gewacht op het finale document dat in orde wordt gemaakt voor ondertekening. Wat betekent dat? Dat betekent één dat we een belangrijke voorwaarde voor wat betreft herstel van de economie hebben gerealiseerd. De schuldherschikking. We moeten alle schulden herschikken. Nu blijft China nog over. En we zijn bezig met China. We hebben de bondholders, de commerciële crediteuren ook. Maar dat is een ander traject. Dan hebben we als gevolg van het feit dat die schuldherschikking overeengekomen wordt, dat we de resterende middelen, dat is ongeveer $48 miljoen, kunnen benutten. Want die zijn al overeengekomen tegen concessionele voorwaarden. Dus die $48 miljoen is nu beschikbaar voor nieuwe projecten. De bestaande projecten die on hold waren gezet, EBS, melkcentrale en nog twee andere, die mogen nu weer opgestart worden. Dus dat is ook een voordeel. En dan heb je als gevolg... Van die creditline bedoel je? Maar creditline, ja. Yes. Naar zeggen van de bewindsman bestaat de mogelijkheid dat Suriname een lening van $10.2 miljoen tegen lage rentes kan aanvragen bij het internationale Solar Alliance dat door India is opgezet. Voor hernieuwbare energieprojecten. Dat hebben we inmiddels aangevraagd. Voor het binnenland? Niet alleen voor het binnenland, overal in Suriname. In het binnenland lopen al die energievoorzieningen naar de 50 toch? Dorpen. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat ook, maar dat is 50 dorpen. Dat zijn een van de projecten die, zeg maar, lopend waren, maar stopgezet waren vanwege het IMF-programma. Dus daar praat je over dat. We hebben een project voor het bouwen van een nieuw stadion. $35 miljoen. Ongeveer. Dat mag nu weer ondertekend worden. We hebben nog niet ondertekend. Dus zo ziet u, dit zijn concrete bedragen. Het is ongeveer $60 miljoen in totaal dat aan ontwikkelingsprojecten financiering beschikbaar komt. Daarnaast is afgesproken een overeenkomst met LVV voor agrarische samenwerking met middelen. Er zijn 19 wat ze noemen quick grants, quick delivery projects goedgekeurd tot een bedrag van ongeveer $1 miljoen. En dat is grants, dat zijn schenkingen, dat hoeven we niet terug te betalen. 19 projecten zijn ingediend over het hele land, die dan zeg maar de leefbaarheid in de gemeenschappen, maar ook training gaan financieren. Minister Ramdien gaf ook te kennen dat de algemene schuldenlast van Suriname in het buitenland, die bestaat uit multi- en bilaterale binnenlandse en commerciële schulden, is gedaald van 4 miljard naar $3.2 miljard.